Welkom bij weer een nieuwe NEC-update. In een week waar weer veel gebeurd is, veel namen voorbij zijn gekomen en het over veel spelers ging. Tanane natuurlijk, die weg is, komen we zo meteen op terug. En over Bram Nuitink, daar ging het de laatste dagen over. Eerst maar eens even over die Japanse spits, Maurice, want ik heb het er veel over gehad. Vorige week vroegen jullie er nog naar in de update en toen zei ik al van, nou, ze zijn niet voor niks natuurlijk naar Japan gegaan. En dat klopt ook, want Koki Okawa komt naar Nijmegen. De spits die nu nog speelt bij Yokohama. Hij komt eerst op huurbasis naar NEC, maar wel met een optie tot koop. En ik verwacht ook dat hij snel gepresenteerd gaat worden. Het is rond. Bram Nuitink komt naar de Goffert. De naam ging al wat vaker rond, maar ja, het was altijd maar afvragen of hij echt wel zou willen. Hè, of wil hij toch nog in het buitenland voetballen. Maar NEC heeft raakgeschoten en Bram Nuitink zal komend seizoen dus hier weer te zien zijn in de Goffert. En dat is goed nieuws. Ja, en dan Osama Tanane. Ja, voor velen toch wel een schok. Werd bekend deze week dat hij na één seizoen hier alweer vertrekt in de Goffert. Hij gaat zijn carrière vervolgen in Qatar bij Salal. Daar heeft hij getekend voor 2 jaar of gaat hij nog tekenen. Ja, helemaal onverwachts voor mij kwam het in ieder geval niet. Ik heb vaker met hem gesproken en heeft al vaker aangegeven dat hij eigenlijk toch nog wel een stap hoger op zou willen. De top 3 hier in Nederland. Nou, die zitten blijkbaar niet op hem te wachten. Maar in Qatar wel. En in Spanje, tijdens de winterstop, sprak ik hem al over het feit dat hij toch graag nog wel een stap wil maken. Tuurlijk. Dat is, als dat zou komen, ja, dan ik denk dat ik met mijn kwaliteit 100% mee kan. Alleen, ze moeten durven. En als ze niet durven, ja, dan kunnen we zeggen dat je naar de top 3 kan. Maar als ze niet komen, ja, dan heb je er niks aan. Hierna weet je niet wat gaat gebeuren. Ik heb 1 jaar getekend met een optie van 1 jaar. En je weet niet wat gaat gebeuren hierna. Ja, en toch zal NEC en de supporters een speciaal plekje krijgen bij Osama Tanane. Want hij heeft het hier altijd erg naar zijn zin gehad. In een van de laatste interviews die ik met hem had, sprak hij ook de waardering uit naar de supporters. Vanaf het begin al heb ik die supporters al mee. Iedereen zou denken van die komt van de andere kant. En die moeten we allemaal gaan boeschreeuwen. Dus voor mij is het tegenovergestelde gebeurd. Ik denk sinds de bal op het middenlijn tegen Twente van middenlijn over de keeper bijna erin had geschoten. En dan probeerde ik ze allemaal mee te nemen. En dat heeft allemaal gewerkt. Dus vanaf die dag, vanaf de eerste dag heb ik ze meegehad. Dus voor mij is het alleen maar waardering en mooi. En over supporters gesproken. Het stadion is voor komend seizoen weer uitverkocht. En dat is toch mooi. Dat gaat weer zorgen voor een mooie sfeer in het stadion. Waar ook veel vertrekkende spelers toch wel een beetje nu aan terugdenken. Oh, dat moet ik allemaal gaan missen. Zo ook Matthijs Brandehorst. In het laatste interview dat ik met hem had, 3 weken geleden. Had hij het ook over die supporters. En hoe speciaal dat wel niet was. Zeker voor een keeper die op de bank zit en toch wordt toegezongen. Ja, dat was wel, bijzonder, inderdaad. Ik denk een hele goede band met de supporters opgebouwd in de afgelopen jaren. Op het begin was het nog wat minder, maar eigenlijk in het jaar van de Eredivisie, toen werd dat eigenlijk beter en beter. Ik kan me nog een moment herinneren dat ik thuis tegen Ajax die penalty pak. En ik heb nog nooit zoveel lawaai en geluid gehoord. Dus dat was wel het moment dat ik dacht van wauw, dit is wel bijzonder. En dat is eigenlijk vanaf dat moment een beetje een wekelijks dingetje geworden. En er zijn steeds meer liedjes gekomen voor spelers. Wat ik een heel goed dingetje vind. Een goede vooruitgang. Je merkt ook wat het doet qua sfeer in het stadion. En het is ook als speler is het gewoon leuk om een eigen liedje te hebben. Dus dat is superleuk, echt. Ja. Ja, dit was hem dan weer de NEC-update voor dit moment. Ik heb nog wel nieuws ook over Philippe Sandler, maar dat ga je in de volgende NEC-update zien. En wil je het laatste nieuws volgen? Dat kan natuurlijk via mijn Twitter-account. Volg me daar eventjes, dan hou ik je daar op de hoogte. Wij zijn daar heel snel weer met een nieuwe update. Graag tot dan!